Kijkers, Botlek TV, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk wanneer u kijkt. We staan hier langs de baan. Achter u, oftewel voor mij, metrostation Hoogvliet. Dan heeft u een indicatie waar u uitkomt en die dijk afgaat als u lopend bent naar het echte centrum. Het winkelcentrum, beter bekend als de Binnenban. We staan hier ook aan het begin van een gloednieuwe kunstroute. Want achter mij ziet u, ik zal even bukken, een nieuw kunstwerk. Maar voor velen een oude bekende. En achter mij, Sanneke. Sannetje. Ja, hoe verder? Sannetje van Haarst. En? Isa Leedekkers. Ja, jullie zijn van het Centrum Beeldende Kunst, als ik dat zo mag afkorten. Ja, of, ja. En het CBK. Wat fijn dat jullie in Hoogvliet zijn. Want het is toch een beetje een vergeten gebied, hè? En de kunst komt langzaam maar weer terug. Mede dankzij jullie en initiatieven van Cor van Huls, Victoria Pompa, allerlei andere Hoogvlieters die zich inzetten om dat allemaal weer terug te krijgen. Ja. Ik heb het al een klein beetje verraden. Achter mij staat een groot wit sculptuur. Een beeld van wit marmer. Maar voordat we het daarover hebben, ik geef graag het woord aan jou. Vertel de kijkers waarom we hier met z'n allen staan. Ik zal eens even kort vertellen waarom wij hier zijn vandaag met z'n allen. Sannetje en ik hebben de afgelopen weken, of maanden eigenlijk wel, hebben wij heel veel uur hier gespendeerd in Hoogvliet. We hebben hele fietstochten gemaakt en we hebben wandelingen gemaakt. We zijn al het groen geweest. De reden daarvoor is eigenlijk dat er verschillende beelden in de openbare ruimte in de opslag zijn geplaatst. Mede door de ontwikkelingen die hier afgelopen jaren en nu nog steeds plaatsen hier in Hoogvliet. Met dank aan de stadsontwikkeling hebben we voor in ieder geval 2 beelden super mooie locatie gevonden. Daar zijn wij heel erg blij mee. En dit willen we eigenlijk heel graag met jullie allemaal delen. En ook het enthousiasme wat wij hebben er gewoon ontwikkeld voor Hoogvliet. En ook de collectie die hier is, willen we heel graag met iedereen delen en aan jullie laten zien. En het eerste beeld is het werk van Piet van Stuivenberg hier achter mij. En daar gaan we zo even naartoe lopen met z'n allen. Nou, dit is het werk zonder titel van Piet van Stuivenberg uit 1965. Het is ook gesigneerd aan de voorkant. Dus aan die kant van het beeld zie je Piet 65 staan. En dat was eigenlijk ook gelijk een verrassing voor ons bij de plaatsing. Vorige week maandag. Wij tijdens de plaatsing waren al een beetje in paniek. Want wij dachten, oh nee, ze doen het verkeerd en hij staat scheef. En toen zagen we dat hij gesigneerd was, dat de handtekening aan de voorkant stond. En toen, we hadden nog heel even gedacht van laten we hem dan andersom zetten. Maar dat was al heel snel duidelijk. Van de positionering van de sokkel en met de handtekening was het al heel snel duidelijk van dat dit moet zo. En dat was ook al een beetje een verrassing voor ons. Maar dat hebben we heel snel kunnen accepteren. We zijn heel erg blij met deze locatie. Het is in eerste instantie was het het eerste voorstel was het Stadspark voor dit beeld. Maar dat mocht niet van Patrick, heb ik zo begrepen. En toen ben jij, Patrick, eigenlijk is met een nieuw voorstel gekomen. En dat is deze locatie. En ik vind het persoonlijk super mooi hoe het hier in het groen staat. En het is, na plaatsing is het ook nog helemaal gereinigd door stadsbeheer. Dus zo hebben we het zelf ook nog niet gezien, zoals het er hierbij staat. En wat leuk is hier, is dat het je kan er helemaal omheen lopen. En eigenlijk elke kant, overal waar je gaat staan, zie je weer een heel ander beeld. En ik ben in ieder geval heel erg blij daarmee. En misschien wil jij Patrick even iets vertellen over deze locatie en waarom je dit had voorgesteld. Mijn naam is Patrick Kolancik. Ik ben de gebiedslandschapsarchitect van Hoogvliet. Dat inmiddels 2 jaar. Dus ik hou me eigenlijk bezig met de gehele openbare ruimte in Hoogvliet. Dus overal wat te doen is, daar kom ik naartoe. En zo ben ik ook benaderd van het CBK voor de plaatsing van 2 kunstwerken in het stadspark naast de kerk in het stadshart van Hoogvliet. En toen is me eigenlijk opgevallen dat er eigenlijk al heel veel gebeurt. Hè. Er staat al een bel, er zijn al kunstwerken die er staan. Er is een hele mooie beplanting. We hebben al best veel kunst ook in het stadshart zelf. En ik dacht, is het niet eigenlijk veel leuker om een soort kunstroute te hebben? Waar kom je aan in Hoogvliet? Op het stationsplein.
op het metroplein. Nou ja, eigenlijk was natuurlijk bedoeld dat het stadshart tot de metro verder uitgebouwd wordt. Daar is het nooit van gekomen. Maar ik vond het eigenlijk een heel leuk idee om juist de dijk die dan nog steeds hier begint. Hè, we zijn hier weer bij het begin van de dijk die tot het stadshart gaat. Om dat als aanknopingspunt te nemen voor een kunstroute. Dus dat we hier kunst plaatsen. Dat we vervolgens naar het stadshart gaan, dat daar kunst is. Dat we vervolgens naar het Ruigplaatsbos gaan, daar hebben we ook kunst. En misschien is het nog mogelijk om die ronde een keer af te maken. En dan ooit bij metrostation Zoonplaat uit te komen. En zo dus een hele mooie, hè, als mensen uit Rotterdam, uit het centrum komen, hier bij het metrostation Hoogvliet uitstappen. En dat hele rondje lopen en bij Zaanplaat weer de metro nemen om terug naar huis te gaan. Hoogvliet heeft heel veel te bieden en dat mogen we laten zien. Dat mogen we accentueren met de kunst die we hier plaatsen. Inmiddels na een korte wandeling over de Hoogvlietse dijk staan we hier bij het kerkje van Hoogvliet. In het nieuwe stadspark. En het stadspark moet een beeldentuin worden. En wie kan daar wat meer over vertellen? Degene die er mede voor heeft gezorgd dat er nieuwe beelden hier weer in het park zijn geplaatst. Ik ben Sannetje van Haarst en ik ben werkzaam bij het CBK Rotterdam. En in dit geval voor de afdeling BKOR. En we zijn hier vanwege de herplaatsing van beelden. En die beelden komen vaak vrij vanwege afbraak van gebouwen. En wij wilden graag die beelden behouden voor Hoogvliet. Hoogvliet heeft een hele bijzondere kunstcollectie. Dat weten maar heel weinig mensen. Maar die is echt heel bijzonder. En Isa, mijn collega die u net gezien heeft, en ik, die zijn hard bezig om daar een kunstroute voor samen te stellen. Aanleiding daarvoor is één van de beelden. Dat is dat beeld wat achter mij staat. Van José Esteban Prieto, Gora Abida. En het grappige is, en ook best wel bijzonder, van dit beeld weten we niets. Helemaal niets. Echt niets. Het enige wat we wel gevonden hebben tijdens de restauratie, het beeld is ook door een opdracht van het stadsbeheer gerestaureerd, wat ook best wel bijzonder is, is dat er kranten in het beeld, krantknipsels in het beeld gevonden zijn. En daar hebben we dan ook beeldmateriaal van. Maar dat is het enige wat we weten van het beeld. Dus dat het wel in Nederland is gegoten en waarschijnlijk ook hier in Hoogvliet, maar verder weten we niet. We weten ook niet waarom het is aangekocht. Het heeft eerder bij een geriatrisch centrum gestaan. Maar daar weten we dus helemaal niets van. Deze plek, dat is best wel leuk. Die hebben we samen met Patrick bedacht. We wilden eerst ook het beeld wat je net hebt gezien van Stuyvenberg ook hier plaatsen. Maar dat vond Patrick niet zo'n fijn idee. Dus is het ergens anders komen te staan. En wij zijn ook super blij dat deze, en dat kan je nu niet zien, deze olifant nu hier staat. Nu kijk je waarschijnlijk tegen een gat aan. Ja. En dat is ook wel interessant. Van beide beelden is het zo dat ze van alle kanten anders zijn. En dus ook interessant. En dat is een van de bijzondere karakteristieken van een beeld. Nou, nu staan we hier in het stadspark. En hebben net ook het eerste kunstwerk gezien. Nou, dit is sowieso het eerste kunstwerk dat hier in het stadspark werd geplaatst. En eigenlijk, een collega van mij die het park ontworpen heeft, die wist eigenlijk al dat precies hier een kunstwerk komt te staan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een prachtig kunstwerk. Moeder met kind van Eck van Zanten. Wat je kan zien, het is een heel fijn kunstwerk, hè? Een heel gevoelig kunstwerk. Dus daar staat de moeder die het kind omhoog houdt. Dit staat dus hier op deze plek. Je komt namelijk vanaf het metrostation langslopen. Je gaat onder de brug door, je gaat op het pad en je ziet al in het verlengde van het pad zie je dus moeder met kind staan. Nou, ik vind het werkelijk wel prachtig. Waarom ik het gevoel had dat we niet te veel kunstwerken hier moeten plaatsen, dat was dus ook omdat ik dacht, op het moment dat we hier te veel kunstwerken plaatsen, dan valt misschien moeder met kind een beetje weg tussen al die kunst. En dat vond ik een beetje te jammer. He, nou, bovendien, daarachter zien we kunst. Daarachter zien we kunst. We zien een bel. We zien een monument. Dus ik denk hier gebeurt eigenlijk al veel. Zelfs de beplanting die hier is aangebracht, dat is eigenlijk ook al de kunst. Hè? Dus als je ziet hoe dat je bloeit in de zomer. Dus eigenlijk leeft de plek al heel goed van de elementen die hier al te plekken bestaan. Ik ben Victoria Pompa en ik mocht vandaag met jullie meekijken. We hebben heel veel gedaan. We hebben
bijvoorbeeld Hoflied Experience, Skyline van Hoflied ontworpen, waar heel veel kunst in openbare ruimte terug te zien is. En dit is natuurlijk eentje die ook op zo'n bordje staat. Maar mijn vraag was natuurlijk, we hebben nog een paar kunstenaars in Hoflied die ook heel mooie beelden maken. Hoe mooi het zal zijn als van die twee kunstenaars de beelden in openbare ruimte komen. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik ben heel benieuwd wie die zijn en wat zij maken en hoe wij het onder kunnen brengen. En of dat überhaupt kan, hè? Dat is natuurlijk dan ook de vraag. Nou, ik denk als wij gewoon met z'n allen de moeite voor doen, dan de kans is groter als we helemaal niks doen. Naast mij, en ik kan er meteen in staan, maar dan kom ik er toch niet bovenuit. Over, ja, niet te verwarren met over Tjinsval natuurlijk, hè, van Feyenoord, maar over Lucas. En ja, directeur waarvan? CBK Rotterdam. Ook wel. En waar staat het CBK voor? U raadt het al. Centrum Beeldende Kunst. Kan niet anders. Dat kan niet anders. De verre reis naar Hoogvliet gemaakt. Dat hebben we niet vaak meegemaakt. Volgens mij ben je de eerste directeur ooit die richting Hoogvliet komt. Of doe ik nou Sibetisse tekort? Sibetisse is nooit directeur geweest. Maar die is hier wel vaak geweest. Maar niet als directeur. Hij deed altijd alsof. Of misschien heb ik hem die rol gegeven natuurlijk. Dat tezijde. Maar dat is natuurlijk heel kwalijk. Ik moet zeggen, ik kom hier wel vaker. Dick Elvers hebben we hier natuurlijk aangebracht. Dat is inmiddels al 12 jaar geleden. Maar ik ben hier ook nog wel bij kunstenaars geweest. Er is ooit een bronsschieterij geweest. Waar iedere zaterdagochtend door kunstenaars bronzen werden gegoten. Dat tussen twee flats. Ik weet niet meer precies waar het was. Maar tussen twee flatgebouwen. En dat was natuurlijk een beetje vreemd. Een bronsschieterij tussen gewoon woonflats. Dus die is er niet meer. Helaas, want het was wel geweldig. En de buurt kon daar ook gewoon komen. Dus er kwamen ook allerlei mensen uit die flats. Die kwamen daar kijken hoe je dan rondschiet. Wat natuurlijk een fascinerend proces is. Dus dat is voor mij ook wel verbonden met Hoogvliet. Nog los van het feit dat ik ik was 7 jaar, toen woonde ik op de Zalmplaat en dan gingen we boodschappen doen op de binnenban. En ik kan me nog herinneren dat ik op de binnenban liep en dat, wie ging er toen dood? Toen was ik wel iets ouder. Jimi Hendrix, denk ik. Dus ik heb wel iets met Hoogvliet, hoor. Ja, nou, Jimi Hendrix is hier nooit geweest. U wel in ieder geval. Die associatie met Jimi Hendrix en de binnenban. Ja, nou, daar moeten de kijkers maar een beetje aan. Hij is heel mooi, maar daar moet u zelf maar eventjes wat bij nadenken. Achter mij een prachtig beeld. Moeder met kind. Daar is net al iets over verteld. U bent bekend in Hoogvliet. En u komt niet met lege handen. Althans, daar hebben anderen voor gezorgd. Een groot collectief van mensen die zeg maar het initiatief hebben genomen. En het CBK die dan daar uiteindelijk ook de financiën voor heeft gevonden. Komt u wat vaker hier naar Hoogvliet met in uw zak een groot nieuw kunstwerk? Want het is net alsof ik met Sinterklaas aan het praten ben. Jullie hebben de smaak te pakken nu, hè? Daar heb je toevallig wel met twee geweldige collega's te maken gehad. Die echt alles uit de hoge hoed en de onderste zak, om maar even Sinterklaas te blijven, hebben getoverd om hier inderdaad twee nieuwe beelden neer te zetten. Of dat de beelden zijn niet nieuw, maar wel een nieuwe locatie. Een geweldige locatie samen met de landschapsarchitecten van de binnenstad. En daar ben ik heel blij mee. Ja, ik bedoel, of we nog vaker komen, ja, die kans die sluit ik helemaal niet uit. Kijk, we moeten in de gaten houden. CBK Rotterdam werkt door heel Rotterdam. Dus dat is en Hoogvliet en Nesselanden. Ja. En Hoek van Holland en Rozenburg. En het centrum en IJsselmonde. Dus wij gaan de hele stad door en wij vonden op een gegeven moment van nou, Hoogvliet is zo'n bijzondere plek. Er staan hier natuurlijk al geweldige beelden. En wat zou het mooi zijn om dat te versterken. Ook omdat jullie ook zeggen van hé, wij willen graag wat. En dat is natuurlijk de mooiste manier om binnen te komen. En wij gaan zeker kijken of we daar in de toekomst nog iets aan toe kunnen voegen. Maar alleen in overleg met jullie en als het realiseerbaar is. Maar dat moet ik als directeur natuurlijk wel zeggen. Slagen om de arm, je kent dat. Maar ik kom graag terug. Nou is er behoorlijk wat kunst is te verdwenen. Veel scholen hadden vroeger een mooi kunstwerk op het plein staan. Scholen zijn gesloopt. Kunstwerken zijn verdwenen. Zijn die in het depot? Zijn die met de aannemer meegegaan en omgesmolten? Of insinueer ik nu iets wat misschien niet juist is? Nou, het kan allemaal. Het is in het verleden. Kijk, wij zijn er al een hele tijd wel heel erg keen op geworden. Maar er is een periode geweest. En kijk, vroeger was alles gemeente.
Op een gegeven moment zijn dingen verzelfstandigd. Is het buiten het zicht geraakt? En op een gegeven moment ben je aan het inventariseren. En denk je van, ja, maar daar stond toch iets was. Nou, dat is weg. Waar is dat dan gebleven? Nou, in het depot, dat kan. Maar misschien door de aannemer meegenomen. Kijk, niet alle aannemers en slopers die hebben oog daarvoor. En de gemeente heeft daar niet altijd even goed naar gekeken. En dat proberen wij nu wel heel goed het oog in te houden. Want ik vind dat we echt heel zorgvuldig met onze collectie beeldende kunst in de openbare ruimte moeten omgaan. Als je het hebt over die scholen, heb je het vaak ook over de wederopbouwperiode. Rotterdam heeft natuurlijk een geweldige naam op het gebied van wederopbouwkunst. Hè, want die stad die moest opgebouwd worden. En de scholen, er werden kunstenaars ingeschakeld. En niet alles is super. Hè, dat ga ik hier helemaal niet zeggen. Er zijn ook dingen gemaakt. Ik denk van, nou, misschien is het ook goed hè, dat misschien bij de aannemer in de tuin of staat. Hergebruikt wordt, hè? Hergebruikt wordt, ook een mooie term. Maar er staan ook geweldige dingen. En als nou een school gesloopt wordt of een gebied wordt veranderd, nou, dan is het toch een beetje onze taak om te gaan nadenken met partners in Rotterdam. En die kunnen overal vandaan komen om te kijken of we daar gewoon een nieuwe plek voor kunnen vinden. En nou ja, zoals hier dan gebeurt. Nou, geweldig. Kijk eens, Botleek TV. We gaan nog even kijken bij een muurplastiek, heet dat geloof ik, van Luc Elfrink. Hoogvliet is niet uit de kunst, Hoogvliet is in de kunst. Ja, ik ben op het gebied van kunst ben ik ook maar een amateur. Ik had het over Luc Elvers, maar het is toch echt Dick Elvers. En achter mij zie je een prachtig plastiek staan. De oerwereld van Hoogvliet. Ja. En daar weet jij wat over te vertellen. Nou, er staat ook heel veel op onze website bkr.nl. Maar dit is nu ook weer een heel bijzonder werk, omdat dit ook een beeld is wat herplaatst is. Het stond eerder bij de Shell, bij de rubberfabriek. En dat gebouwtje werd ook afgebroken. En toen is op initiatief van onder andere Siebe Tisse van BKR, is het initiatief genomen om het te herplaatsen. Je kan het gewoon, je ziet het. Het is een enorm groot beeld. Het is waarschijnlijk een van de grootste keramische beelden van Nederland. En het is dus ook best wel kostbaar geweest om het hier te plaatsen. Het is helemaal met een stalen constructie en een speciale fundering. Hier is het mogelijk geweest. Daarom is ook dit boekje uitgegeven. Het is volgens mij in 2012 hier onthuld. En het is echt heel erg bijzonder. Het is bijna een Picasso. We hebben een Picasso in de binnenstad staan. Maar dit is de Picasso van Hoogvliet. Je ziet een kat. Je ziet een, zeg maar een paard of een ezel. Een slang. Een vis. En alles zit erin. Je bent ook echt trots. Hè? Ik zie het aan je gezicht. Ja, het is echt ontzettend bijzonder. Dus we hebben vandaag echt... of ik ben zelf ontzettend blij dat we zeg maar vandaag deze wandeling hebben kunnen doen. We zijn langs beelden, allemaal oude beelden die herplaatst zijn in verschillende periodes, allemaal uit Hoogvliet. En ze staan opnieuw in Hoogvliet en ze zijn 24 uur per dag te bewonderen. Ook deze. Nou, u hoort het. Trots. Spreekt uit haar stem. En wij zijn er ook trots op dat we vandaag als Botleek TV mee mochten lopen. Kunst, ik heb het net al even gezegd. Hoogvliet is niet uit de kunst, maar Hoogvliet zit in de kunst. Mogelijkerwijs komt nog veel meer terug. Mocht het nou zo zijn dat u een kunstwerk weet te staan die aan de vergetelheid moet worden onttrokken, omdat hij ooit bij een school heeft gestaan of bij een fabriek of ergens in een straat en hij staat ergens te verpieteren, of misschien wel bij u in de tuin waar hij eigenlijk niet hoort, maar omdat hij zo goed op hebt gepast, laat het ons weten dan. We horen het graag. Dit was Botleek TV. Dank u wel voor het kijken.